3 FM. 6 nachtjes slapen en dan begint het vernieuwde RTL Nieuws. Oh, vind ik altijd wel leuk, want dubbel vernieuwd eigenlijk. Want er is een nieuw gezicht, Merel Westrik. Ja, mooi, dus leuk, van de mooi. Omroep. Ja, mooi. Vooral mooi, ja. Mooi, nou ja, en slimme dame, een goede dame. En leuk. Goeie presentatrice. En knap. Mooi, ja. En mooi. En er zijn nieuwe tunes voor het RTL Nieuws. En ik vind een nieuwstune altijd heel belangrijk. Weet je, als zo'n CNN-tune, tadadada, dat je echt denkt, oh, nu komt het nieuws. En de nieuwe RTL Nieuws-tune, die hebben we alvast. En die klinkt zo. Is toch vet? Vind jij dit belangrijk genoeg om in de Koen en Sanne show te behandelen? Denk jij als wij een nieuwe Anita en Ed jingle hebben? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Dit is de Koen en Sanne show. Hola, Dio. Ja. Denk jij dan dat om 19:30 s'avonds bij RTL Nieuws... dat Merel Westrik zegt... Goedenavond, dames en heren, het is 19:30, RTL Nieuws. Koen en Sander hebben een nieuwe jingle van Internet gekregen. Nee, andersom werkt het toch ook dat niet? Dat denk ik niet, maar ik vind gewoon een nieuw... Ik vind dat mooi, dit is gewoon zo. Het is 20:00, live vanuit Studio 23 in Hilversum. Is dit het RTL Nieuws met Merel Westrik. Goedenavond, dames en heren, ja. Koen en Sander hebben een nieuw liedje binnengekregen van Anita en Ed. Het liedje heet Ai, 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 ai. Ja, kijk, ze laten het nog horen ook. Komt-ie hoor. Dit is zo slecht, dames en heren. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Dit is de Koen en Sander show in Pipura. Ja. Jammer dat onze wegen zijn gescheiden, hè? Ja. Ja, we gaan niet meer lekker met Anita. We gaan, ja, dat mogen we nu best zeggen. Niet precies wat, hè, want we blijven... Nee, maar er is iets voorgevallen. Ja, dit is niet eens een grap. Nee, ergens in november, december... Is het grondig misgegaan. Dus wij zijn niet meer met Anita net. Het leukste duo is niet meer ons speaking turns, maar het ene leukste duo. Nee. Nou ja, en het is heel spijtig, want zeker op een dag als vandaag... woensdag 26 maart, waarop er een nieuw nummer is van Anita net... Ja. En de bijbehorende clip. Moeten we daar een stukje van laten horen? Kunnen we, heb je hem present? Ik heb hem paraat. Nee, maar we kunnen er niks mee. Ik wil eerst even nadrukken op de titel. Rekke te gek, zo heet hij. Ja. Luister maar, eventjes. Ja. Kan die? Ja. Ik versta er geen zak van, hoor, maar... Reggae, reggae, reggae te gekke. Van je ras. Nou, zeg dus, ja, als het maar rijmt. Reggae, ja, te gek he. Ja. Met van die rasta's in je nek he. Ja. Weet je wat nog het ergste is? Wil je nog een keer horen? Nee. Weet je wat het ergste is? Ik heb de clip gezien. Hier komt ie. En ze zijn dus geweest... Op, staas in. Luister nou. Je nek, hé. Ja. Ze zijn dus op Jamaica geweest. Ja. En daar hebben ze... Kijk, dit stukje. Ja, we hebben hem hier in de studio nu. Dit stukje. En dan staat Anita, dus van Ed, staat naast een dame. Met rasta's, staat ze. En dan zit ze op een gegeven moment op dat wat we net lieten hier. Kijk, en dan zit ze aan haar haar. Ja. Let op. Hier gaat ze gewoon met haar hand aan haar haar dat zitten. Dat moet je niet doen. Dat is gewoon discriminerend. Dat is racialistisch. Gadverdamme. Ja. Daar willen wij ver weg van blijven. Ja, wij zijn zeker niet. Kijk. En ik vraag me dat toch ook af, Koen. Want ze hebben al menig clipje opgenomen. Ze zijn altijd in het buitenland. Zit ze aan het haar? Hier. Hebben ze de geldpleuris? Of zit de Russische maffia achter Anita? Zet je radio harder. Ik weet het niet, Sander. Voor Koen en Sander. Het schijnt dat Anita ook dreads heeft, hè? Op 3 FM. Ja, maar niet op de hoofd. Zat de groep ook wel vandaag? Ik vind vooral het einde van het liedje heel leuk. Let op. De Koen en Sander show. Pa, pa, pam. Ja. Goed, we gaan heel snel verder met het programma. Excuses voor deze ontbreking. Maar ja, we kunnen ze niet bellen. Nee. Dat zit er niet in. Maar dat is de vraag, wie zet de eerste stap? Nou, wij niet. Wij zijn rankeneus. Oké, wij zijn rankeneus. Ja.
Goed. Alsof je de Bouvier en yoghurt hebt gegeten. Lately I've been losing sleep. About the week could be, baby.